Voordat dit gebeurt, hè, en we kunnen daar niet omheen, zeker niet van u op het podium zit, wordt u op een andere manier bekend in Nederland. U weet vast welke kant ik op wil of niet. Ja, een beetje. December 69, FC Twente Feyenoord. Wilt u het zelf vertellen? Oh, jij mag het ook vertellen. Jiha Hunderlul tegen de scheidsrechter geroepen. Twente uit, jullie staan met 1-0 voor. In de slotfase maken zij 1-1. En in uw ogen heeft Arie van Gelen daar slecht gefloten. Ja. Hij wordt nog boos. Mooi is dat. Wat ik bijzonder vind, tegenwoordig, zeker door social media, wordt alles openbaar. Sommige kranten durven die uitspraak niet op te schrijven. Zo chockerend vonden ze het voor de lezers. Ja, je hoort dat er nou allemaal wel doen, hoor. Ja, dat vind ik mee. En je moeder is een hoer en dit en dat. Zo. Ja. Je weet niet wat je hoort. Maar ik dat is heel normaal eigenlijk. Dit verhaal kennen wij wel. Maar later moet u voor de terugcommissie van de KNVB verschijnen. U krijgt een boete van 350 gulden. En daar heeft u, en dat verhaal kende ik niet, daar heeft u een verklaring afgelegd. Ja. Dat u dat eigenlijk niet gezegd heeft. Nee, je kan eigenlijk onbenullen zijn. Ja. Het is echt bijzonder dat we vanavond voor de derde keer met bijna 1000 mensen bij elkaar zijn terug te blikken op dit prachtige succes. U bent nuchter, volgens mij staat niet graag in de publiciteit. Bent u toch ergens diep van binnen ongelooflijk trots dat u hier een bepaalde speler was in deze tijd? Ben je daar trots op? Ik ben trots geweest dat ik een speler van Feyenoord ben geweest en dat ik deze prijs allemaal genomen heb. Ja, en dat is waar voor je voetbal. En ik ben blij voor mezelf dat ik bij deze club dat heb kunnen doen. Ja, en Arsenal is geen vlek op CV. Ik ga drie van deze vier mensen bedanken voor jullie aanwezigheid. Wim Jansen, Pieter Romein en Guus Haag, dames en heren.